Goedemiddag en welkom in het programma Surinamers Overal. Dit met de complimenten van GoTo en DailyG. Het is Renang Sani Wisani Alafassi, man. En vandaag zei ik het al, ik praat met een profvoetballer, niet een onbekende, maar Alafassi, eentje die toch wel voor Fiore heeft gezorgd. Roszello Vleiter. De man woont in Amsterdam, Kraaienest. En ja, Kraaienest, Kraaienest. Let's go! Dus de familie Vleiter, je hoort het. De fans van deze voetballer. Er is bij jou ook de gelegenheid om hem straks een power te geven. Goedemiddag. Yes, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Cliff Witteman, Radio SRS, Don Dutch Boy. What's up? Ik spreek met meneer Vleiter, Roszello Vleiter. Yes. Oké, welkom erbij. What's up? Ben je aan het slapen, brother? Ben je net in Wikis aan model? No. Of je koru, want ik ben gewoon... Wat ben je? Ja, ik ben gewoon even in de woonkamer met mijn broertjes. Ah, op die manier. Nou, welkom in ons programma Surinamers Overal. Je kent het toch, of heb je ervan gehoord? Ja, ik heb wel ervan gehoord, via mijn neef. Ah. Cleofilo. Oké. Nou, bij deze ben je vandaag onze gast. Je bent diaspora. Meneer Vleiter, mijn eerste vraag aan jou vandaag is, hoe gaat het met je? Nou, het gaat op zich wel gewoon goed. Oh, maar is het... Ja, ik doe gewoon mijn best bij mijn club. Oké. En bij welke club zit je nou? Ja, ik zit nu bij Telstar. Telstar. In het eerste. Alright. Nou, Roszello, wie is je vader, wie is je moeder? En waar ben jij geboren? Yes. Ik ben geboren in Paramaribo. Alright. En mijn moeder is Rosina Vleiter. Mm-hmm. En mijn vader is Patrick Puketi. Ah, op die manier. Alright. Geboren in Paramaribo en getogen. Welke buurt woonde jij toen? Ik woonde in Flora. Flora? Flora boy? Ja. Alright. Maar als ik het mag weten, hoe jong ben jij nu? Ik ben nu 21 jaar. Ah. Ik word in januari 22. Oké, that's nice. Alright. Nou, klinkt wel goed man. Je bent profvoetballer sowieso, daar komen we straks op terug. Maar hoe lang woon je al in Nederland? Op welke leeftijd ben jij daar naartoe vertrokken? En zoals ik het aan iedereen al vraag eigenlijk, wat was de reden? En was het wel nodig geweest om te vertrekken vanuit Suriname naar Nederland, denk je? Ja, ik ben op 16-jarige leeftijd vertrokken. Ai. Mijn moeder woonde al hier, dus zij dacht van ja, ik laat hem gewoon halen om bij me te wonen en zo. Oké. Nou, nice. En dus dat was de reden. Gewoon, mama woonde daar. En natuurlijk, het beste is om natuurlijk de kids te laten overkomen. You know? Yes. En toen is dat dus gebeurd. Maar wat deed jij in Suriname voordat je naar Nederland vertrok? Ik ging naar school. Ik zat op de Rietveldschool. Alright. In de derde Mulo. Alright. En ik speelde bij Robin Hood. Oh, ja. En ik woonde bij mijn oma. Oké, op die manier. Alright. Oma Vleiter op Flora. Ja. Oma Vleiter, jij raar boyfie, akom biji. Kan hij zijn oma toe... Mijn opa is zijn oma toe euro konji, jij raar oma Vleiter. Nee, dat is leuk. Maar heb je nog steeds contact met oma en what's up? Ja, dat sowieso. Ik spreek mijn oma wel vaker, mijn tantes. Oké. Nou, samen. Ja, mijn zusters. Mhm. Nou ja, en in Nederland aangekomen met z'n 16-jarige leeftijd, hoe beviel dat jou? Wat was je eerste indruk toen je daar uiteindelijk aankwam? Ja, ik vond het echt saai, want serieus? Ik zag niemand buiten. Ai. Je vond en het saai? In Suriname ben ik dat gewend. Guadarose, Wakaloto, song is geen opoboos, maar op leite bakana, isabi en dat soort zaken, en dat miste je wel? Ja, zeker. Alright. Nou, je zegt dat je zat op de Rietveldschool, derde Mulo, je ging naar Nederland, kwam daar aan, was een beetje saai, niemand op straat, niemand buiten. Ja, kan ik me voorstellen, als je daar een beetje de winter aankomt of rond tegen de winter aan, dan heb je dat. Maar heb je dan wel in Nederland je school kunnen afmaken en wat is op dit moment je opleidingsstatus? Oh ja, ik studeer momenteel nog. Oké. Toen ik naar hier kwam, toen moest ik dan, zat ik op het... MAVO. Ja, MAVO. Mm-hmm. Dat had ik niet afgemaakt. Toen zat ik nog bij Feyenoord.
Feyenoord. Toen was ik een paar jaartjes gestopt. Oké. Okay. En nu zit ik op MBO 2. Alright, dus je hebt ook eigenlijk bij Feyenoord gespeeld? Yes. In de jeugd. Alright, now sounds good man, nice. Dus als ik het zo hoor, dan is het eigenlijk, kun ik er niet omheen gaan om te zeggen dat jouw passie, jouw lifestyle en eigenlijk alles wat je doet, eigenlijk te maken heeft met voetballen. Ja. Ja nou? Ja. Mijn ooms hebben zelf ook gevoetbald. Oké. Okay. Dus ja, zit gewoon in het bloed. Zijn het bekende en grote namen geweest in de voetbalwereld? Ja, zeker. Ivers Vleiter, Ivanildo Vleiter. Ah, dus je bent in de voetsporen van die gasten getreden. Ja. Keeping the family tradition alive. Oké. Okay. Yes. Alright, maar je klinkt een beetje moe, man. Sam, Takahami. Ik ken Surinaamse jongens niet zo. Ja, Retter, man. Hoe flexie, hoe pinter, man. Nee. Ik ben rustig, toch. Oh, je bent rustig? Ja. Oké, hoe is het met de vrouwen, de meisjes? Wat is je reactie tegenover jou daarom? Mooi blanke boy in Holland. Hoe zit dat daarmee? Nou, op momenteel heb ik geen vriendin. Ah. Ik praat wel gewoon met iemand, maar ja. Ja, dat is natuurlijk. Ja, het begint meestal bij praten, hè, en we kijken wat er in de bus komt, kan ik me voorstellen. Maar ja, je bent prof, je bent voetballer in Nederland. Hoe lang doe jij dat al, prof voetballen? Ik heb vorig seizoen pas een profcontract getekend. Aha. Maar daarvoor was alles gewoon nog op amateurbasis en zo. Op amateurbasis. Maar wat heeft ervoor gezorgd dat jij dan een contract hebt gekregen? En ja, wat heb je gedaan dat het zover is gekomen dan? Ja, ik heb hard gewerkt. Ik doe altijd op de trainingen wat de trainer van me vraagt. En ik blijf geloven in wat ik doe. Dus ja, okay. Ik denk daardoor en mijn voetbalkwaliteit. Alright. Maar onbekend ben je niet. De naam Vleiter is natuurlijk een spraakmakende naam als het gaat om voetballen, sowieso. En ja, jij daar 21 jaar, je doet je ding. Maar what's up met voetballen op dit moment? Je hebt een contract getekend. Voor hoe lang heb je dat getekend? Ik had voor 2 jaar getekend. Ai. En het loopt in juli af. Oké. Okay. Maar op dit moment, ja, ik heb niet echt veel gespeeld dit seizoen. Ah. Maar ja, ik blijf gewoon mijn best doen. Oké. Maar gaat het wel goed met je voetbalcarrière dan? Ja, zeker. Alright. Ja, het gaat wel goed. Nice. Hij ook hoor. Nou, leuk hoor. Oké, ja, nog steeds doe je je ding. En ja, uiteindelijk ga ik ervan uit dat je toch misschien wel een beetje een droom hebt wat betreft je voetbalcarrière. Waar zie je jezelf over pakweg 5 jaar? En voor welke team zou je het liefst willen spelen? Wat is je droomteam? Ja, waar wil je terechtkomen? Ik wil gewoon, ik wil de Eredivisie halen. Aha. En daarna, dan kijken we nog wat er daarna gebeurt. Maar je hebt eigenlijk zelf niet echt zoiets van, uiteindelijk wil ik daar terechtkomen. Ik wil voor die team voetballen. Heb je dat niet? Ja, toch wel, maar je weet nooit hoe het kan lopen, toch? Dus. Ja, dat is wel waar, maar het is toch wel handig als je zeg maar een beetje, hoe moet ik het zeggen, die energie manifesteert, waardoor de doelen uiteindelijk iets niet makkelijker, maar toch wel, ja, een beetje toch wel beter te bereiken zijn, toch? Want uiteindelijk is planning en doelstelling toch wel uiteindelijk een garantie voor een zekerheid in de toekomst, toch? Ja, maar je moet sowieso eerst slagen bij de club waar je nu bent. Aha. Om daarna verder te zeggen van, je weet toch, ik wil daar spelen later, dit en dat. Oké. Ja, je bent nog jong, zou je zeggen. Ja. You know. En alafas, je doet dat niet. It's nice, man. Oké, Suriname, je hebt hier ook een beetje gevoetbald, Robin Hood en zo. En wat mis jij het meest van Osso, van Suriname? Ja, gewoon mijn mensen, gewoon mijn oma. En het eten. Ja, maar je hebt toch een Surinaamse moeder daar, hè? Bosaranagi toe toch? Ja, maar soms ook gewoon Nederlandse dingen. Maar als je bij oma eet, dan eet je gewoon echt, gewoon altijd gewoon Surinaams. Gewoon. En ik mis die vrienden. Ah, damn. Ja, dat mis ik.
Zo, maar ik heb echt het gevoel alsof je nog steeds een beetje heimwee hebt en dat je liever hier zou zijn in Suriname. Is dat zo? Nee. Oké. Okay. Ik werk hier, ik ben voetballer hier. Okay. Dus, en daar in Suriname verdien je niet echt veel met voetbal. Dus hier is wel gewoon beter. Oké, je werkt daar. Nou, verdien je goed met voetbal? Ja, ik kan niet zeggen dat ik goed verdien, maar is wel wat. Het is wel wat. Maar wanneer begint het verdienen uiteindelijk voor iemand als jij die daar speelt in Nederland? Wanneer begint uiteindelijk het groot geld dat binnen gaat lopen? Ja, als je bij een club als Ajax terechtkomt, Groningen, die grotere clubs, dan ga je wel veel verdienen. Ajax, PSV, Feyenoord. Ja, Utrecht. Utrecht, ADO Den Haag. Ja. Ja, ik ken dat zo'n beetje. Alright. Maar wat is je plan voor de rest van eigenlijk het feit dat je op dit moment met voetballen bezig bent? Wat zijn je toekomstplannen? Wat zei je? Wat zijn jouw toekomstplannen, los van voetballen? Heb je nog andere plannen die je zou willen bewerkstelligen? Ik wil gewoon een huis hebben in Suriname als ik stop. Zolang ik maar ook gewoon gezond blijf, gelukkig, is alles gewoon goed. Oké. Ja, nou, dat is eigenlijk toch wel het ultieme, weet je. Ik bedoel, als je geen gezondheid hebt, dan gaat er uiteindelijk ook niks werken of lukken. Maar het is wel een hele mooie doelstelling, zou ik zeggen, Isabi. Maar hoe reageert je moeder erop dat haar zoon eigenlijk toch wel behoort tot een van de mannetjes die daar in Nederland toch wel op hoog niveau voetbalt? Wat is haar reactie daar tegenover? Ja, ze is wel blij. Mm-hmm. Maar ja... Soms is ze wel van, je speelt niet dit en dat, dan moet Robby Tree stop. Maar ik denk dat ze het gewoon voor de grap zegt. Oké. Maar ze wil altijd wel gewoon dat ik, ze blijft me gewoon pushen. Alright, nou dat is belangrijk. In wat ik doe. Mm-hmm. Ja toch. En wat is de reactie van papa? Ja, papa spreek ik niet echt vaak. Alright. Maar ja, hij blijft me soms wel zeggen van, Je moet je voetbal serieus nemen. Oké. Je moet harder werken. Hij staat wel achter je natuurlijk. En ik denk dat hij heel trots zal zijn. Ja, zeker. Alright. Denk ik ook. Isabi toch. Nou, that's nice man. Is alvast echt gewoon something very special. Ik bedoel, wanneer was je voor het laatst in Suriname? In juli. In juli? Was ik even voor 2 weken daar. Alright, en wat was de reden? Ik ging gewoon mijn oma bezoeken. Gewoon even chillen. Mm-hmm. Dat zo'n beetje. Alright. Nou, het zou wel fijn zijn als je voor natjes zou kunnen uitkomen, toch? Of zat het er voor jou niet in? Ja, ik was niet geselecteerd. Waarom weet ik niet, maar ja. Maar je wilde wel? Het is sowieso mooi als je voor je land uitkomt. Snap je, vooral dat hè. Goed voor je cv, alvast die trots erop. En had je ook even gewoon lekker bij oma langs kunnen gaan. Ja, want toen Steve Farsi krakt die abakadanga natuurlijk de benen. Of niet? Ja. Ja man, alvast die man. Nou oké, is cool. Ik bedoel het is nog steeds niet te laat. Alles gaat nog zo'n beetje zijn gangen onder alle omstandigheden. Maar ja, kijk, we hebben te kopen, tenminste te kampen met COVID, corona. Wat heeft dat allemaal met jou gedaan? Heeft het een negatieve invloed gehad op jouw leven, carrière en alles wat je doet? Of was het toch wel bij jou een beetje anders? Vertel. Ja, bij mij was het gewoon anders hoor. Ja. Want wij trainden ook gewoon in die tijd, maar in kleine groepjes. Dus je had altijd gewoon een bezigheid. Oké. In die tijd. Mm-hmm. En we kregen zeg maar via de app wat je thuis moest doen, zeg maar als je... 50 meters moest lopen en zo. Aha. Dus er was gewoon altijd een bezigheid. Een bezigheid. En men liet het natuurlijk gewoon doorgaan, alleen op een hele andere manier, zodat de boys toch wel veel flexibel konden blijven. Ja man, sounds very good, you know I'm talking. Domilo, ik vind het leuk natuurlijk om te horen. Ik mag je alvast zeggen, ik ben trots op jou, Isabi. Ik ken je niet persoonlijk. Ik heb wel van je naam gehoord en zo, Isabi. Dadelijk moet je kijken, look it op Facebook. Sumana, young boy, dit is eigenlijk, you know what I mean?
Maar in elk geval, it sounds very good, you know. En ik zou zeggen, blijf je ding sowieso doen, Isabi, toch? Maar wanneer denk je, wanneer denk je dat je misschien eventueel terug naar Suriname zou komen? En wat voor bijdrage wil je leveren? Want kijk, je bent diaspora, je woont daar op dit moment. Isabi, je werkt, leeft en doet je ding. Je hele carrière wordt daar opgebouwd, you know. En alles doe je daar. Maar als je uiteindelijk zover bent om terug te keren naar Suriname, wat ga jij voor Suriname betekenen? Wat ga je voor Suriname doen? Ja, als ik ooit terug naar Suriname moet, dan denk ik dat ik me bezig ga houden met kleine kinderen. Misschien eventueel trainer worden. Kinderen uit arme wijken gewoon helpen. Oké. Okay. Alright, sounds good. Ik heb gisteren nog gesproken met een hele jonge gast ook. Hij is 28 en de man is IT'er. Heeft zijn eigen bedrijf. En ja, de man heeft ook op dit moment is hij in SU om ook natuurlijk iets heel sociaals neer te zetten. Dus wat dat betreft zit je hart wel op de juiste plek, you know. And keep that thought, you know. Don't let it go. Maar wie is jouw idool als het gaat om voetballen? Wie is de man voor jou? Tegen wie kijk jij op? Wie is je voorbeeld? Dat is van je neef. Ja. Neymar. Neymar? Ja. Maar die man gaat altijd liggen. Maar hij kan wel voetballen. Waarom gaat hij zoveel liggen dan? Ja, ik denk bijna alle Brazilianen spelen zo. Ah, op die manier. Oké. Nou, Neymar is een hele goede voetballer. Ik ga niet eromheen. Isabi, maar alsjeblieft, neem alles van hem over. Behalve of je goed don't op haar veld. Isabi, ja, sorry, maar die keer was kopoe enkelijk bijna. Isabi, vast aan het goal. You know. Maar dat is wel fijn. Ja, maar waarom is hij dat dan? Waarom Neymar precies? Wat van Neymar is zo dusdanig voor jou aantrekkelijk dat je zegt, nou, dit is die man. What's up? Ja, ik denk meer om zijn skills. Aha. En hij is sowieso een showman. Aha. Op het veld. Alright. En hij kan scoren. Aha. En daarvan hou ik. Ik hou van spelers die kunnen passeren en die makkelijk kunnen scoren. Oké. Want de meeste mensen zouden zeggen Messi, you know? Ja, Messi is ook goed, maar ja, ik ben meer een Neymar-type. Een Neymar-type. Hij wordt ook comment, big up aan model, man, alle fassie. Nee, maar ja, ik denk dat het natuurlijk ook heel fijn zou zijn als je op een of andere dag, Isabi toch, God bless you zo dusdanig en ook natuurlijk door je eigen inzet en skills, Isabi, dat je misschien ook op dezelfde status van die man terechtkomt om een jacht, Isabi toch, private jets en dat soort zaken, om $1 million. Droom je daar niet van? ik droom zeker daarvan. Nou, nee, maar zo bescheiden ik droom zeker dat voor, maar ja, ik weet niet of het moet gelukt. Je bent best wel een beetje terughoudend wat dat betreft, Isabi, toch? Nee. Het is niet erg. Het is niet erg. Kijk, wie is dat? Tak Flora, man. No, Sofia, Flora, man. No, Bobo. En Mino, tak. Nou, Mino, tak, tak, Bobo, hè? Nee, dat niet. Je bent gewoon een coole guy, relaxed, down to earth. Maar niet iedereen is zo als Dutchie. Want als ik achter de microfoon ben, dan denk ik dat dat straat in heen met jompo. Maar je zou me langslopen en het is weten dat ik het ben, because I don't say anything. Maar in elk geval, ik kan me best wel een beetje in jouw schoenen plaatsen. You know, je zit er sinds, als ik het goed heb, even kijken, 4, 5 jaar zo zit je dan in Nederland ondertussen. Ja, wat toch? Zei je? Ik zeg, niet zo goed. Ondertussen zit je om en bij zo'n 5 jaar in Nederland, bijna 6 jaar of zo? Ja, 5 jaar. Oké, maar hoe bevalt het leven jou daar over het algemeen in Nederland? Als je zou moeten vergelijken met Suriname, los van de dingen die je mist. Ja, in Nederland hier is het meer gewoon, je gaat naar school of je gaat werken en daarna ben je weer thuis. Ja. Er is niet echt veel te doen. Hier is het meer gewoon voor je toekomst. Je bent meer hier voor je toekomst. Okay. Maar in Suriname ben je gewoon vrijer. Er zijn bijna geen regels daar. Hier zijn er veel regels. Nou, we hebben hier ook regels, hoor. Ik bedoel, vele mensen buigen die regels. Maar ben regel. Dat bedoel ik. Sommige mensen houden zich niet eraan. Maar ik begrijp precies wat je bedoelt, weet je. Het is hier een beetje, op een of andere manier, socialer leven, Isabi. You know?
En ik weet wat je zegt, ik heb zelf ook daar gewoond in dat koud landje, Holland, you know. Dus misa precies zou je bedoelen, vooral als het winter is. Op dit moment wordt het al een beetje kouder als ik het goed heb, Isabi. Dus dan is men meer geneigd om binnen te blijven. Je gaat voetballen en je voelt je tenen niet, je voelt je vingers niet. Dat maak je toch ook mee, je oren zijn keihard en in mijn hattie. Ja. Vooral in de winter. Nou, maar meneer Vleiter, ja, Alafasi, we gaan het gesprek beëindigen. En dit allemaal met de complimenten van GoTo. Ik ga ervan uit dat je ook al een rijbewijs hebt, you know. Dus als je Suriname komt... Nee, ik ben er bezig mee. Ja, maar het is aan jouw kasserana. Jouw slaag zeker toch? Nou, maar hij wagi dat je toch? Dat mis hoor, niet in elkaar kon je naar jouw wakker. Hij wagi tjes ook, bab. Ik bus naar de sosa aan de rokwara, miji. Nou, dit aan dat niet, dit aan dat niet. Dus zolang ik kon, dat is goed dat ik kan internationaal rijbewijs, dat we rijden, maar rustig wat je vindt, ja. Maar je gaat denken naar GoTo. GoTo in Goteki Oli. Zeren aan Sani Wizani, onze eigen Surinaamse bedrijf, Isabi toch? You know? Ja, toch. En ik hoop dat als je daar bent, dat je ook probeert aan een telesuurnummer te komen. Heb je die? Een Surinaamse nummer daar in Nederland? Wat zei je? Heb je een Surinaams nummer in Nederland? Want ik bel je op een 06, maar heb je daar ook een Surinaams nummer van TeleG? Nee. Ah, nee! Dat vadang! Niemand arke, je moet het aanschaffen, vraag het, ze gaan het voor je sturen. Tenminste, je kunt in Nederland ook terecht daar bij de verschillende filialen. En dan kun je ook zo'n, ja? Zo'n, ja, zo'n Surinaamse telesuurnummer aanschaffen. Maar moet je het doen, mijn brada? Ah, boem, dan moet ik go zitten. Zitten, mijn pa. Is dat je toch gooie go, die op de telesuurkantoren dappen? En dan, ja, kijk vooral, als je daar in Amsterdam moet, Krajenes. Bad boy, kan je maar Krajenes is wel een bad boy, buurtbrother, van wakker. Mooi zitten. Isabi dan. Nou, Airo, kom, hoe zit het met Krajenes? Krajenes is een beetje bad boy. Ja, bepaalde kanten, maar waar ik woon in Kantershof. Ah. Zeg maar aan de achterkant. Ai. Hier is gewoon rustig. Lekker relaxed, you know, on the level. Alright, daar ben ik blij, dan zit je niet in de gevarenzone. You know? Nee. Is hij toch mijn pa. Nou, Rossello, Vleiter, je hele familie zit te luisteren op dit moment. Ik denk dat je moeder, vader, ooms, vooral je oma, waarmee je zeker denkt, hij Arjuna SRS, je ziet, dat ze waarschijnlijk ook heel trots is en trots zal blijven. En ik weet dat je ze nog trotser gaat maken dan dat ze al zijn. You know? Eén ding wil ik tegen je zeggen, don't give up. Isa Samedagi toch? Zeker niet. Iedereen heeft zijn tijd. En zo meteen moet drama Pokugi. Ik weet niet, luister je naar de SRS daar? Nee. Nee! Hé, hey, nou, mooi leg neer. Nou, mooi leg neer, mooi leg neer. Vanaf vandaag, dan ga ik luisteren. Serieus, hoe ga je dat doen dan? Volgens mij kan het via internet, toch? Ja, toch. www.radiosrs.sr. In het gezang zijn we onthouden naar radiosrs.sr. Dat is nou www.standaard. Radiosrs.sr, okay. Isabi, toch. Check dat ding, brother. Je mist me, man. Moet volgen. Je gaat checken. Je pakt je telesuur natuurlijk, simkaart. En je gaat ervoor zorgen dat je dus op de hoogte blijft voor wat er in Suriname gebeurt. En hoe het een beetje rolt en bolt, Isabi toch. Sarana Poku en Play, we hebben Rowena op onze top 20 op dit moment. Onze nummer 1 is ook een keiteranga Poku. We hebben de mannen van zware guys. Ik weet niet of je Westbank kent met Viraal. You know what I mean? Ja. Isabi dus alle de Poku dat uiteindelijk naar de Sansa. Ja, dat jij mijn man plus mijn Dina eten. Dat kan het helemaal niet meer stuntje. Ja toch? Ja, toch. Aboendang. Nee, maar Alafasimi, brada, dankjewel. Ik zou zeggen, zoek meteen www.radiosrs.sr. Want ik wilde een pokoe voor je gaan draaien. En het is eentje van Bad Jury en Little Young. En die pokoe heet dus Ting. Ik denk dat je hem kent. Ting van Bad Jury en Little Young. Ja. You know what I mean? Dus ik zou zeggen, big it up. Don't move out, Isabito. En blijf je ding doen. Dus bij deze hoop ik je binnenkort misschien te zien voetballen. Maar dan... Don't give up, brada. Doe wat je doet, Isabi toch. Je bent er nog niet, maar je komt er, Isabi toch. En blijf denken in patronen van, ik kan het. Begin je luchtkasteel een beetje te bouwen en te vormen. Fantaseer, dat is eigenlijk de innerlijke kracht dat je manifesteert in dat wat er nog niet is. En dat wat zal komen. Het komt van binnen jou en dat gaat naar buiten uit toe. Ik weet dat je een doorzetter bent. Ik weet dat je... echt gewoon doelgericht bent. Ik voel het aan jou. Ik hoor het aan de manier hoe je praat, hoe je bent. Boer relaxed, gefocust. Dus het kan absoluut niet stuk. Begrijp je? En vertel je vrienden dat ze luisteren naar www.radiosrs.sr.
En dat ze dus ook natuurlijk Surinamers overal checken. Je kunt jezelf horen via natuurlijk ook YouTube. Ga naar Facebook, Radio SRS Suriname. Voeg ons toe als vrienden. En dan kun je natuurlijk dit gesprek wat je gevoerd hebt met ons ook gewoon lekker terugluisteren. Yes, zeker. Zal ik doen. Abu Midje, bij deze zeg ik tegen jou. Ja, je hebt vrienden, familie, kennissen in Suriname. Je mag ze nu groeten met de complimenten van GoTo en TeleG. De mic is yours. Charewaka. Yes, ik wil de groeten doen aan mijn oma, familie Fleiter, iedereen in Klaas Kreek, Flora, Jean-Luc, Miki, Lezef. Ja, dat was het. Aboom! Nou, ik zeg dankjewel voor de tijd dat je genomen hebt. Isabi toch, je hebt je broertjes daar, ze kijken tegen je op. Je hebt je familie, oma mis je. Maar Nonaki Ede, very soon you will be in Suriname. En dan alibi elibi gewoon. 100. Focus op je carrière, mi brada. Dat is het allerbelangrijkste. Zeker. Aboom. Hey, dankjewel. Love. En bye bye. Yo, graag gedaan. Okay, dan. Doei doei. Doei. En je merkt het, man, het is Rossello Fleiten. De man komt uit Flora Maciel. Sorry, Tingo. Ja, ja, er komen ook hele goede dingen uit Flora.